Dag Hafsa, dat is een hele goede vraag. Helaas is het zo dat de Griekenlandcrisis ook te maken heeft met Nederland. Zo hebben bijvoorbeeld Nederlandse banken en financiële instellingen grote belangen in Griekenland. Als Griekenland bankroet zou gaan, dan zouden ook deze banken in grote problemen komen en misschien ook failliet gaan. Op diezelfde banken staat ook jouw spaargeld en het spaargeld van vele andere Nederlanders. Dat is dan weg. Dat is wat we willen voorkomen en daarom zijn wij noodgedwongen bezig om ook Griekenland te steunen. Dat is overigens geen geld wat we geven, maar dat is geld wat we aan hen uitlenen en wat ze ook weer moeten terugbetalen. Maar helaas is het zo dat deze crisis zo internationaal is dat een effect in Griekenland, Spanje of Duitsland ook doorwerkt in Nederland. En daarom moeten we ook naar deze landen kijken om de crisis te kunnen oplossen.